In deze video wordt geen nieuwe stof behandeld. Wel geeft het de samenvatting van de begrippen en formules die horen bij één domein van het VWO Natuurkunde Eindexamen zoals die geldt vanaf het examenjaar 2025. Deze video gaat over het domein B2 medische beeldvorming. En centraal in dit domein staat de atoomkern. De atoomkern bestaat uit neutronen en protonen. En de optelling ervan van het aantal noemen we het massagetal met de afkorting A. Let erop dat deze A en deze N verderop in de, deze video terugkomen, maar dan wel een hele andere betekenis hebben. Veel van in de natuur eh, voorkomende isotopen zijn zogenaamd instabiel. En dat houdt in dat als je maar lang genoeg wacht, er radioactief verval zal plaatsvinden, waarbij er ioniserende straling vrijkomt. Dit is een natuurlijk proces, hier heb je als de mens eh, geen invloed op. Deze ioniserende straling bevat energie, zogenaamde stralingsenergie. En een grootheid die uh, daarmee te maken heeft is de zogenaamde stralingsdosis met eenheid gray. Voor je examen hoef je maar uh, te werken met drie soorten van ioniserende straling. Dat zijn de zogenaamde alfastraling, beta-straling en gamma-straling. Wat is nou uh, het verschil tussen beta-plus en beta-min? Bij beta-min straling heb je te maken met snel bewegende elektronen. En bij beta-plus straling heb je te maken met het zogenaamde antideeltje van een elektron. En dat noemen we een positron. Zowel alfa als beta-straling bestaan uit kleine deeltjes materie. Gammastraling niet. Gamma straling hoort bij de elektromagnetische straling. En gamma-straling bestaat uit zogenaamde fotonen die allemaal bewegen met lichtsnelheid. En elk foton heeft een bepaalde hoeveelheid energie en die kun je uitrekenen. Die hangt af slechts van de frequentie van dat desbetreffende foton. Röntgenstraling lijkt eigenlijk. In vrijwel alle opzichten op gammastraling, er is slechts één verschil. Röntgenstraling wordt uh, gemaakt door de mens in, in een röntgenapparaat, terwijl gammastraling van nature ontstaat. De drie verschillende soorten ioniserende straling hebben andere eigenschappen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het doordringend vermogen, hoe diep kan uh, zo'n straling een uh, bepaalde stof indringen, dan heeft een alfadeeltje een heel laag doordringend vermogen. Je kunt ook zeggen dat de dracht van een alfa-deeltje is heel klein. Na een hele korte afstand zijn alle alfa-deeltjes tegengehouden. Beta-deeltjes hebben wel iets hoger doordringend vermogen, een iets grotere dracht. Uh, maar gamma deeltjes hebben als eigenschap dat ze een heel hoog doordringend vermogen hebben. En je kunt hier ook niet eens meer spreken over dracht, maar je hebt het hier over halveringsdiktes. En daar gaan we het dadelijk over hebben. Naast doordringend vermogen is er ook nog zoiets als ioniserend vermogen. En dat zegt eigenlijk hoeveel schade er kan uh, ontstaan wanneer zo'n alfa, beta of gamma uh, stralingsdeeltje je uh, raakt. Nou, een alfa deeltje heeft een heel hoog ioniserend vermogen. En dat heeft onder andere te maken met het feit dat een alfa deeltje relatief zwaar is ten opzichte van een beta deeltje. Een alfa deeltje is niets anders dan een heliumkern die snel beweegt. Beta deeltjes hebben een veel lager ioniserend vermogen... En ook gamma-straling heeft een relatief met de alfastraling een lager ioniserend vermogen. Bij de grootheid stralingsdosis hou je geen rekening met de soort straling die eh, op een bepaald voorwerp werkt. Wil je dat wel doen, dan zul je een andere grootheid nodig hebben. En dat is het zogenaamde dosis equivalent, ook wel equivalente dosis genoemd. Eenheid hiervan is de sievert. Dus uh, wil je echt gaan kijken naar het biologische effect van ioniserende straling, dan zul je al heel snel uh, dosis-equivalent moeten gebruiken. Wat ook belangrijk is, zeker als je kijkt naar biologische effecten, is of je te maken hebt met een bestraling door een, door een radioactieve bron of met een besmetting waarbij er uh, een radioactieve bron in je lichaam komt. Hoeveel ioniserende straling er is, kun je meten met een uh, zogenaamde dosimeter. Een Geiger-Müller-teller is een hele bekende uh, vorm van een dosimeter. En als je het kunt meten, kun je ook berekenen met hoeveel stralingsdosis die straling overeenkomt. En wordt het ook heel uh, interessant, zeker wanneer je het hebt over uh, beschermen van mensen, om een norm af te spreken. Houd er wel rekening mee dat deze norm altijd komt bovenop de zogenaamde achtergrondstraling, die altijd van nature aanwezig is. Een be belangrijke uh, tak van achtergrondstraling is bijvoorbeeld de kosmische straling, die komt vanuit het heelal, valt hij op aarde. Ja, daar kun je ook niets aan doen. Uh, die is er altijd. En uh, daarbovenop wil je dat de belasting door uh, ioniserende straling zo klein mogelijk wordt. En daar hebben we die norm voor. Ja, hoe kun je je nu beschermen tegen uh, straling? Een uh, van de middelen om jezelf te beschermen is door de stralingsbron af te schermen. En wanneer je te maken hebt met een alfa- of een beta-bron, dan moet je ervoor zorgen dat je een muurtje hebt die dikker is dan de dracht. Dan hou je alles tegen. Bij een gammastraling kun je eigenlijk nooit in theorie alles tegenhouden, maar je kunt wel een groot deel tegenhouden omdat er sprake is van de zogenaamde halveringsdikte. Een andere eigenschap van radioactieve bronnen is dat uh, in de loop van de tijd de hoeveelheid instabiele atoomkernen zal afnemen doordat atoomkernen vervallen van de moederkern in een dochterkern en ook daar kun je aan rekenen en uh, in die formule uh, reken je met n en n is dan het aantal van de instabiele atoomkernen die je hebt en die zal in de loop van de tijd minder worden. Als je dat uitzet in de grafiek, dan krijg je eigenlijk altijd een grafiek met dezelfde vorm. Die vorm noemen we de vervalkromme en zou je kijken bij uh, een grafiek waarbij je de intensiteit achter een muurtje uitzet, waarbij je uh, op de x-as de dikte van het muurtje uitzet, dan krijg je de zogenaamde doorlaatkromme. En ook die heeft dezelfde vorm altijd. Een andere belangrijke grootheid in dit domein is de zogenaamde activiteit. Nou, de activiteit is niets anders dan het aantal deeltjes dat per seconde vervalt. Eenheid hiervan is de becquerel. Dat houdt ook eigenlijk in, anders gezegd, dat de activiteit niets anders is dan het Verschil, oftewel de afname in het aantal instabiele atoomkernen. Dit betekent ook dat wanneer je een grafiek krijgt waarin n uitgezet staat tegen t, dat je altijd de activiteit a kunt bepalen op een willekeurig tijdstip door op dat tijdstip de raaklijn te tekenen aan de grafiek en de stijlheid van die raaklijn te bepalen. En de absolute waarde van die stijlheid is dan gelijk aan jouw activiteit. Naast deze formule zijn er nog twee andere formules. Uh, waarmee je kunt rekenen met activiteit. Weet je bijvoorbeeld hoeveel uh, instabiele atoomkernen je hebt en weet je de halveringstijd, dan kun je met de linkerformule uitrekenen hoe groot de activiteit dan is. En in de rechterformule staat uitgezet dat net als bij het aantal deeltjes, ook de activiteit in de loop van de tijd minder zal worden. En dat gaat ook weer volgens die vervalkrommen. Deze ioniserende straling heeft een paar hele aardige medische toepassingen. En we beperken ons nu tot de beeldvormingstechnieken. En een aantal daarvan uh, moet je kunnen uh, uitleggen aan jezelf. Nou, de bekendste is misschien wel uh, de röntgenopname, oftewel de röntgenfoto. Bij een röntgenfoto is er sprake van absorptie van röntgenstraling. En het blijkt zo te zijn dat niet alle weefsels dezelfde halveringsdikte hebben. Maar bijvoorbeeld een botweefsel een Veel kleinere halveringsdikte heeft, waardoor het veel meer straling tegenhoudt vergeleken met eh, bijvoorbeeld zachtere weefsels, zoals spierweefsel of vetweefsel. Maak je daar een foto van, dan zul je zien dat botten donkerder op de foto komen dan het omliggende weefsel en je kunt daarmee dus botten zichtbaar maken. Een CT-scan is eigenlijk niets anders dan een soort 3D-röntgenfoto, een serie van röntgenfoto's waarmee je dus ook in 3D deze botten zichtbaar kunnen maken. Een MRI-scan werkt heel anders. Uh, die werkt uh, met een heel sterk magnetisch veld, waarin waterstofkernen door middel van een radiosignaal eigenlijk worden aangeslagen. En vervolgens ook zullen terugvallen, waarbij ze ook weer een radiosignaal uitzenden. Nou, wat blijkt dan het geval te zijn? De zogenaamde relaxatietijd, dus hoe snel dat uh, terugvallen gebeurt, uh, is niet bij alle weefsels hetzelfde. En daaruit kun je dus ook uh, verschillende weefsels van elkaar onderscheiden. Dus een MRI-scan is heel geschikt om zachte weefsels uh, zichtbaar te maken. Een PET-scan werkt weer heel anders dan uh, de voorgaande uh, beeldvormingstechnieken. Bij een PET-scan wordt de patiënt ingespoten met de zogenaamde uh, beta-plus-straler. En beta-plus, dat zijn positronen. Dus er komen positronen vrij in het lichaam. En op het moment dat die vrijkomen, zullen ze vrijwel direct annihileren met een elektron. En daarbij komen twee gamma-fotonen vrij. En die kun je vervolgens registreren. En als je dat heel precies doet, dan kun je zelfs precies zien waar in het lichaam die positronen zijn vrijgekomen. Echografie werkt als enige niet met ioniserende straling, maar die werkt met ultrasonen geluidsgolven. Die ultrasonen geluidsgolven worden je lichaam ingezonden. En bij elke overgang tussen twee weefsels zal een gedeelte van die golven worden teruggekaatst. En als je dat nou netjes registreert, dan zie je dus eigenlijk die overgangen van die verschillende weefsels. En kun je ook een plaatje maken van de binnenkant van je lichaam. Nou, tot slot hebben we de nucleaire diagnostiek. En daar wordt de patiënt ingespoten met een tracer. Die tracer bestaat ook weer uit een radioactief materiaal. Maar nu hebben we te maken met een zogenaamde gammastraler. Door de straling die uit je lichaam komt uh, goed te meten, kun je dus ook uh, bepalen waar in je lichaam uh, er uh, een verhoogde activiteit is van deze tracer.